Gisteren tijdens een partijactiviteit van de Partij Luhur in het kader van herdenking 133 jaar Javaanse immigratie heeft minister Brontosu Moharjo van Binnenlandse Zaken fel uitgehaald naar met name Radio 10 en De Ware Tijd. Volgens de bewindsman zijn delen van de media bezig een hetze tegen hem te creëren. Dit na de perikelen rondom het lied Lobby Sranang, Libi Contrangano, welke Maruf Ahmad Stam tijdens Sassi Suro van de minister niet ten gehore mocht brengen, tenzij de originele versie werd aangepast. Ik was een beetje angstig dat het leeg zou zijn, want de afgelopen weken is er een hetze tegen mij gecreëerd door delen van de media, omdat ik een liedje niet wou afdraaien op onafhankelijkheidsplein. Een liedje die ik politiek beladen vond, wou ik niet afdraaien op onafhankelijkheidsplein, omdat ik daar geen politiek wilde. Hier op Nieuw Amsterdam wil ik wel politiek. Ik heb de heer Ahmad Stam uitgenodigd, niet om het liedje 1, niet om het liedje 2, niet om het liedje 3, maar 10 keer achter elkaar te zingen. Maar hij heeft zich ziek gemeld. Radio 10 heeft het liedje Alibi Contrangano op nummer 1 geplaatst ter ere van mij. Suriname heeft presidenten gekend die het land hebben vernietigd. Suriname heeft vicepresidenten gekend die camerasystemen hebben gestolen en mee naar huis hebben genomen. Niet deze vicepresident. Deze gebruikt zijn eigen geld om wegen te maken voor het volk. Maar nog nooit heeft Radio 10 een hetze tegen die mensen gepleegd. Nog nooit heeft Radio 10 een nummer ter ere van hun op nummer 1 gebracht. Maar hun waren ook geen Javanen. Erger nog, De Ware Tijd heeft een artikel geschreven om een hetze tegen mij te creëren met als titel Domme Bronto en Javanen. Domme Bronto en Javanen. Suriname heeft presidenten gekend die het land hebben vernietigd. Vicepresidenten gekend die geld hebben gestolen om aardappelen en uien te kopen. En ministers die op de dag van vandaag voortvluchtig zijn. Maar geen enkele keer heeft De Ware Tijd hun dom durven te noemen. Maar hun waren geen Javanen. Ik zou eigenlijk die krant verscheuren, maar uit respect voor de vicepresident ga ik dat niet doen. Maar het is een waardeloze krant. Waardeloze media, racisten zijn het. Het is dezelfde Ware Tijd die in de krant heeft geschreven dat ik de lachertje van de klas zou zijn. Niet op basis van mijn woorden, niet op basis van mijn daden, maar op basis van mijn Javaan zijn. Dezelfde journalisten hebben voordat ik minister werd in een appgroep zich afgevraagd wat mijn kwaliteiten waren. Niet op basis van mijn woorden, niet op basis van mijn daden, maar ze vragen zich dat af omdat ik Javaan ben. Domme Bronto en Javanen. U hoorde minister Brontosu Moharjo van Binnenlandse Zaken gisteren bij een partijactiviteit van de Partij Luhur in het kader van herdenking 133 jaar Javaanse immigratie. Vandaag heeft Radio 10 op haar Facebookpage aan het publiek gevraagd welk lied absoluut niet mag ontbreken in de hitparade. Velen hebben het bericht rondgedeeld en hebben als comment Lobby Sranang geplaatst met als bestemming minister Brontosu Moharjo. Op de felle bewoordingen van de minister richting De Ware Tijd en Radio 10 is vanuit de samenleving met enorm veel verontwaardiging gereageerd. Op de Facebookpagina van Radio 10 is ook een verklaring van de directeur Werner Dutenhofer geplaatst, welke als volgt luidt. Bij monden van Radio 10-directeur Werner Dutenhofer Jr. distancieert de directie van Radio 10 zich van de aantijgingen, verwijten en beschuldigingen van minister Moharjo aan het adres van het bedrijf. Er is binnen de bedrijfsvoering geen ruimte voor racisme en discriminatie op basis van ras, seksuele geaardheid en welke andere vorm dan ook, wordt nadrukkelijk gesteld.
Er wordt een beroep gedaan op regeringsfunctionarissen om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en het gewicht van hun uitspraken, zeker als die ongegrond zijn en in strijd met de waarheid. De vrije pers en onafhankelijke media zijn een pijler van de democratie, hetgeen ook grondwettelijk is geregeld. De directie van Radio 10 zal zich beraden over de misplaatste aantijgingen van minister Bronto Somoharjo.